Beste bezoekers van onze Mondia Visueel voorstellingen. Op 11 april, precies één maand na het verbod op het geven van voorstellingen met meer dan 100 personen, hebben wij u geïnformeerd over de toen ontstaande situatie. Inmiddels zijn we ruim 4 maanden verder, waarin veel anders is gelopen dan in april was te voorzien. Hopelijk bent u niet getroffen door het COVID-19-virus en zijn er geen personen uit uw familie, vrienden of kennissenkring overleden. Als dat wel zo is, dan wensen we u veel kracht en sterkte toe. In onze videoboodschap van 11 april kondigden wij aan dat wij vrijwel alle resterende voorstellingen van het seizoen 2019-2020 hadden kunnen verschuiven naar september en oktober van dit jaar. Echter, de actualiteit, de realiteit en het gebruik van gezond verstand hebben ertoe geleid dat wij u in deze video moeten informeren over de huidige situatie die opnieuw een verschuiving noodzakelijk maakt. 3 belangrijke argumenten speelden daarbij een rol. Allereerst hebben de theaters ons met klem aangeraden onze voorstellingen naar het voorjaar van 2021 te verschuiven, omdat tot het eind van dit jaar de 1,5 meter maatregel geldt die de zaalcapaciteit reduceert tot 1/4 van het aantal stoelen. Dat betekent dat elke voorstelling minstens 3, soms 4 keer zou moeten plaatsvinden. U begrijpt dat dat niet rendabel is. Tevens worden in een aantal theaters de tribunes ingeschoven en zit u op de vlakke vloer, waardoor het zicht op het mooie grote projectiescherm wordt belemmerd vanwege de personen die voor u zitten. Ook vervalt de pauze en kunnen de garderobe en de bar niet worden gebruikt. Ten tweede, we hebben signalen ontvangen uit ons publiek dat met name ouderen zich nog niet graag in grote gezelschappen begeven in verband met eventueel besmettingsgevaar. Daarvoor hebben wij vanzelfsprekend alle begrip. Blij en vooral dankbaar zijn we voor het feit dat een aantal bezoekers heeft aangegeven geen geld terug te willen hebben en hun gekochte tickets te doneren, zodat wij deze moeilijke periode, waarin de cultuurbranche hard getroffen wordt, door kunnen komen. Ten derde gaan de ontwikkelingen in de laatste weken ten aanzien van de opleving van het virus niet de goede kant op. In alle regio's loopt het op. Bij alle leeftijdsgroepen loopt het op. Afgelopen week testen weer zo'n 4000 mensen positief. Het RIVM schat nu in, berekend, een inschatting natuurlijk, maar toch, schat nu in dat er zo'n 50.000 mensen besmettelijk zijn. 50.000 mensen. Het virus is allesbehalve klaar met ons, met niemand van ons. Na afloop van de vakantieperiode wordt het spannend en zijn extra maatregelen, ook ten aanzien van theaterbezoek, niet uitgesloten. Dat alles overziende hebben wij in overleg met onze sprekers en de theaters besloten om de resterende voorstellingen van het seizoen 2019-2020, die gepland waren in september en oktober, te verschuiven naar maart en april 2021. De data van de 3 voorstellingen Mannersloek Quadraat van Katja Staartjes staan inmiddels op onze website. Van de 6 voorstellingen Zuid-Amerika op de pedalen van Erik Schuit en Carla van Tatenhoven zijn ook 5 data bekend. Alleen van Theater De Vest in Alkmaar krijgen wij nog een datum in april en ook die komt op onze website te staan zodra die bekend is. Wij rekenen opnieuw op uw begrip en geduld en hopen dat de situatie op dat moment grotendeels genormaliseerd zal zijn. Bij voorbaat willen wij u daarvoor bedanken. De 3 extra voorstellingen die op zaterdag 23 mei waren gepland, gaan wij eveneens verschuiven naar een later moment in het voorjaar van 2021. De kaartverkoop daarvoor is tijdelijk gestopt, omdat we moeten wachten op een datumvoorstel van het theater. De reeds door u gekochte tickets voor alle voorstellingen blijven geldig, voor de betreffende locaties. Alleen de datum verandert. U helpt ons door onze voorstellingen te bezoeken op de alternatieve data. We zien u heel graag gezond weer terug in het voorjaar. Allereerst omdat er dan een eind is gekomen aan deze crisis en we weer vrij zijn in ons gaan en staan. Maar ook omdat we u weer een mooie avond uit aan kunnen bieden. Pas goed op uzelf en op elkaar. Hopelijk zien we elkaar weer in het voorjaar.